Goedendag, dames en heren. Welkom bij alweer een show boordevol met nieuws van bij ons. Ook aan Mentwegen, een goedendag. Ho, ho, stop! Inspecteur Chapeau en politie Zaffelaar hier. Deze show wordt onmiddellijk stilgelegd. En Willy en Mariette en de flauwe plezante worden gearresteerd. Maar politie Zaffelaar en inspecteur Chapeau. Dat kan toch helemaal niet? Deze show gaat beginnen. Wat nu met deze show? En waarom dan? Wat is er dan gebeurd? Wat is er gebeurd dan? Ah wel, Mariette. Er is bij ons, politie Zaffelaar en inspecteur Chapeau, een melding binnengekomen. Dat dit komt wegens plegen van fraude en zo. Ho, 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 stop! Ah nee, hè? Politie Zaffelaar en inspecteur Chapeau. Dat van fraude werd al eens gebruikt in Milo. Dus dat is eigenlijk ook niet van jullie. Ho, ho, stop! Tut, 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 tut. De politie tegenspreken. Dat mag helemaal niet. Politie Zaffelaar en inspecteur Chapeau kregen een melding. Doordat jullie iets gebruikten in de vorige show dat niet van jullie was. Ah ja? Wat dan? Wat is hier allemaal aan het gebeuren? Ah wel, Mariette. Politie Zaffelaar en inspecteur Chapeau kregen deze melding. In jullie vorige show gebruikte de flauwe plezante een tekst over Duplo-mannetjes die in de fik werden gestoken en zo. Ja, en wat is het probleem? En wel, Mariette, bij politie Zaffelaar en inspecteur Chapeau kwam deze melding. Het probleem is dat deze tekst over deze Duplo-mannetjes eigenlijk eigendom was van iemand die niet wenst dat dit gebruikt wordt, zonder eerst toestemming te vragen of dit wel of niet mag. En Macho Man, die deze tekst voor deze show maakte, en dus ook de tekst over de Duplo-mannetjes en zo gebruikte, zonder toestemming te vragen, werd daarvoor, jawel, op de vingers. Op de vingers getikt. En exclusief gevraagd en gewaarschuwd om dit nooit meer te doen. Dus bij deze. Als jullie, Willy en Mariette en de flauwe plezante, deze brief die ik hier toon, willen
tekenen met jullie handtekening en zo, waarbij jullie hetzelfde verklaren als Macho Man, dan is wat ons betreft het politie Zaffelaar en inspecteur Chapeau betreft dit onderzoek afgelopen en kan deze show verder gaan. Fijne dag nog verder. Politie Zaffelaar luistert, luid en duidelijk. Zeg, hoor zeg, stop! Flauwe plezante, heb jij niet al genoeg de politie getreiterd, ja? Kom, flauwe plezante. Ga maar ergens anders met je toeter spelen. Zie niet dat wij van politie Zaffelaar en inspecteur Chapeau hier druk bezig zijn met dit onderzoek. Moet je nu alweer op het brandalarm drukken, ja? Nu moet de brandweer komen. Lindsay. Ja, Marietje. Weet je wat ik spijtig vind? Nee, Marietje, vertel. Ah, wel, Willy. Ik vind het spijtig dat de buurtpolitie de klok tikt niet meer op VTM komt. Dat is inderdaad spijtig, Marietje. Maar gelukkig is er in onze Willys en Mariette show en in de Willys en Mariette afleveringen die ooit op tv kwamen, wel nog politie. Inderdaad, politie, inderdaad Willy en Mariette. Politie Zaffelaar en inspecteur Chapeau zorgen ervoor dat alles in deze show onder controle is. Safety first. Veiligheid eerst, hè? Marietje? Ja, Willy? Tot woensdag kon Macho Man vrij humor posten. In de humorgroep Met Lips en Truiden. Maar sinds gisteren helaas niet meer. Waarschijnlijk heeft weer zo een zure augurk in Met Lips en Truiden Macho Man zijn berichten in Met Lips en Truiden gemeld aan beheerders. Want er staat nu dat Macho Man tot 7 maart beperkt is. Tot 2 berichten per dag. Terwijl dat Macho Man zijn humor alleen maar positieve reacties kreeg. En zelfs meerdere keren werd gedeeld. Misschien zag Facebook de post van Macho Man
in Medlepsen-Truiden als potentiële spam. En komt de beperking voor Machoman in Medlepsen-Truiden van Facebook en niet van het beheer van Medlepsen-Truiden. Machoman weet het niet. Maar Machoman ziet meerdere mensen meerdere posts per dag posten in Medlepsen-Truiden. En veel erger soms dan zijn hungerpost. En in onze vorige show hadden we het ook al over een post, een Milo humorpost van Machoman in Medlepsen-Truiden, die helaas toen verwijderd werd door te veel negatieve reacties. Machoman bedankt het beheer van Medlepsen-Truiden om toen ASAP te hebben ingegrepen. Maar Machoman stelt zichzelf deze vraag. Waarom kreeg Machoman tot 7 maart een beperking tot 2 berichten per dag in Medlepsen-Truiden? Tot nu toe, bij alles wat Machoman post van humor, komen er alleen maar positieve reacties. Het wordt zelfs meerdere keren gedeeld. Het is geen klacht of zo. Zeker niet, nee. Machoman is blij voor wat het beheer van Medlepsen-Truiden in de groep voor hem doet. Maar Machoman zag dat gisteren staan. En daarom zijn vraag. Oh Willy, zo erg voor Machoman dat hij tot 7 maart een beperking heeft. Dat hij maar 2 humorposts per dag in Medlepsen-Truiden kan posten. Dat is inderdaad erg voor Machoman, Mariette. Hallo Willy en Mariette. Politiezaffelaar en inspecteur Chapeau hier, opnieuw. En waarom Machoman deze beperking kreeg in Medlepsen-Truiden? En wat Machoman precies heeft mispeuterd? Of helemaal niet heeft gedaan en zo in Medlepsen-Truiden? Dat gaan politiezaffelaar en inspecteur Chapeau nu onderzoeken. Omdat het onze taak is om tijdens deze show alles onder controle te houden. Dank u, politietaffelaar en inspecteur Chapeau. Graag gedaan, Mariette en Willy. Willy? Ja, Mariette? Kijk eens naar buiten, Willy. Het regent. En jij? Je hebt een t-shirt aan met gekleurde bloemen. En korte mouwen, alsof het zomer is. Dat is waar, Mariette. Maar, samen met mijn t-shirt dat ik even van dichtbij toon. En, samen met, ik ga even opzij staan, deze kunstwerken die aan de muur hangen, wil ik ondanks het grijze, koude regenweer toch een beetje kleur in de huiskamers en zo van onze kijkers en luisteraars thuis brengen. Oh Willy, zo schoon! Dat is waar, Mariette. Maar Willy? Ja, Mariette? Toen deze show geschreven werd, was je niet geschoren en niet plots wel. Vertel eens, waarom Willy? En je gezicht? Wacht even, we tonen het even aan de kijkers en luisteraars thuis. Kijk eens naar je gezicht, Willy. Ik weet het, Mariette, ik weet het. Willy! Toen deze show geschreven werd en hij niet geschoren was, heb jij jezelf toen niet in de spiegel bekeken voordat deze show begon? Of ben je alweer voor de zoveelste keer naar het zoveelste feestje bij die Delven bij Café Sport geweest? En had je weer een te veel gedronken, alcohol gedronken? Waardoor je nu zo uit ziet zoals toen deze show geschreven werd? Zo konden we jou bij de kijkers en luisteraars thuis toch niet tonen, Willy?
weet het, Marjetje. Ik weet het. En Willy? Je gezicht vorige show was het veel erger dan nu. Maar ben je daarmee al naar de dokter geweest? Ja, Marjetje. En wat heeft de dokter gezegd, Willy? Vertel. En wel, Marjetje. Jij en ik, wij worden al ouder. En op onze ouderdom krijgen we al last van kwaaltjes. Ik had vorige show een bacteriële infectie. Mogelijk veroorzaakt doordat ik eczema had. En het via een wondje in mijn lichaam is gekomen. En momenteel, toen deze show geschreven werd, mocht ik ook daarom mij niet scheren. Tot de bacteriële infectie helemaal weg was. En de wondjes ook. En daarom ben ik nu dus geschoren. Ik moet 3 keer per dag antibiotica nemen. En zelf smeren. Oh, Willy! Zo erg! Ja, Marjetje. Vind ik ook. Maar momenteel ziet het er al beter uit dan toen ik naar de dokter ging. Het is bijna genezen. Dus het gaat de goede kant uit. Goed zo, Willy! Maar Paul, Willy, dat zelfsmeren en antibiotica nemen en zo, dat moet nog wachten tot na deze show, Willy. Maar Marjetje? Ja, Willy? Zoals ik al eerder in onze vorige show zei, kan Macho Man bij het maken van deze shows niet kiezen wat er wel en niet in moet. En dus zet hij er alles in. Met als resultaat dat een eerste keer dat toen deze show werd opgenomen, de poetsvrouw een beetje te vroeg kwam, want op vrijdag komt de poetsvrouw hier altijd poetsen, waardoor we de show dus vroeger hebben moeten stoppen en we opnieuw hebben moeten opnemen. Nu dus. Dus. Macho Man kan niet kiezen wat er wel en niet in moet. En dus zet hij er alles in. Dat werd ondertussen zijn kenmerk. Maar zoals ik ook al eerder in onze vorige show zei, is dit ook het kenmerk van goede wijn. Oh nee, Willy. Je gaat niet. Nu al aan de alcohol, hè? De show is pas begonnen. Maar Marjetje, laat mij verder vertellen, AUB. Toen Macho Man deze show schreef, werd deze in zijn geheel geschreven. Althans, dat was de bedoeling. Daarom staat het eerste origineel filmpje, zoals het normaal ging worden, nu straks online op het YouTube-kanaal. Maar daarna, toen deze show moest worden opgenomen, kwamen ze bij de opnameploeg van deze show erachter dat als deze show in zijn geheel zou worden opgenomen, dat deze show dan waarschijnlijk echt te lang zou duren. Waarschijnlijk veel langer dan de 2 vorige shows, die al erg lang waren. Waardoor het afwachten was of deze wel of geen kijkers zou hebben. En hoeveel en zo. En daardoor werd dus besloten om deze show te splitsen in meerdere delen die worden opgenomen. Uiteindelijk werden dat, toen we klaar waren met opnemen, 10 delen. Dit voor meer kijk- en luisterplezier. Voor de kijkers en luisteraars thuis. Waarschijnlijk dan ook meer werk voor de opnameploeg. Maar misschien is het beter zo. Dat is waar, Willy.
en Marietje. We gaan dus nu beginnen met deel 1. Willy? Ja, Marietje? Spijtig dat die baard en snor weg zijn. Geschoren. Want misschien is die baard en snor wel mooi bij jou. En moet je die laten staan, Willy? En af en toe een beetje bij laten knippen. Een nieuwe look dus, Willy. Misschien wel, ja, Marietje. En daarbij, Willy. Carnaval staat toch voor de deur. Misschien kon je dan als piraat of zo gaan. Dan valt je gezicht niet op en heb je geen schmink nodig. Dat is waar, Marietje. Maar Marietje... Ja, Willy? Ik heb geen snor en baard meer. Die had ik wel toen deze show. Die had ik wel toen deze show geschreven werd. Maar er bestaat een liedje over mannen met baarden. Zing je mee, Marietje? Ja, Willy? Ik zing mee. Al die willen te kaperen waren, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden, zij varen mee. Al die willen te kaperen waren, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan, Piet, Joris en Corneel. Die hebben baarden, zij waren mee. Oh, Willy! Zo mooi gezongen! Vind ik ook, Marietje. Maar Willy? Ja, Marietje? Onze eerste act van 2024 had zoveel succes dat er een tweede kwam. Waarover politie Zaffelaar en inspecteur Chapeau het in het begin van deze show hadden. En ook die tweede act had op korte tijd groot succes. En daarbij is nu deze derde act. Leuk, hè, Willy? Ja, Marietje. Heel leuk. Maar Marietje? Ja, Willy? Sinds onze tweede act is er weer van alles gebeurd. Wat dan, Willy? Vertel! Ah, wel, Marietje. Daarvoor moet ik eerst even... Wacht even. Deze showhoed afzetten. Deze heksenhoed opzetten. Deze heksenhoed dus. Daarna deze bierhoed opzetten. Deze bierhoed dus. Daarna deze konijnenoortjes opzetten. Deze konijnenoortjes dus. En daarna ook deze clownstrik. Deze clownstrik dus. En deze clownshoed op te zetten. Maar wacht, Marietje. Ik denk dat ik even de... TikTok-spiegel een beetje meer naar hier moet zetten. Maar Willy, waarom ben je zo grappig gekleed? Het is precies carnaval. Ah wel, Marietje. Dat is het toch ook bijna? Dat is waar, Willy. Maar Willy? Ja, Marietje? Met carnaval gaat het regenen. Dan zijn alle carnavalisten die in de stutten meegaan. Maar ook iedereen die naar de stutten komt. Kijken en zo, helemaal nat. Dat is zo veel... Dat is zo spijtig, Willy.
Dat is inderdaad spijtig, ja, Marietje. Maar weet je wat, Marietje? Nee, Willy, vertel! En wel, Marietje. Een echte carnavalist gaat door weer een munt. Dat is waar, Willy. En wel, Marietje. Nu we het toch over carnaval hebben. Op Facebook scrollend op mijn iPad vond ik op Facebook, op de Facebookpagina Wat is los in Maastricht, een filmpje over een priester in Itteren. Maar voordat we over die priester in Itteren beginnen, gaan we eerst even twee carnavalsliedjes zingen. Adam zat alleen op die steen, zonder met je voelt hij zich niet fijn. Eva die wil jaren en de kleine, Adam zit de kind zit toch die mijne. Ja la 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 la, Eva dood, Adam dood, hij weer aan beginnen. Ja maar hij, alleen maar beminnen. Eva was precies wat Adam wou. Er pakt er met zich vast, ik word mijn vrouw. Ja, er is ogen niet naar na la 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 la. Ach met leven, ach met hun al die kamelen dan nog met die geest is de Sahara verloten. Om hij te feesten in het Limburgs land. Achmed, leve Achmed, neem al die kamelen dan Achmed. Die geest is de Sahara verloten. Om hij te feesten in het Limburgs land. Die geest is de Sahara verloten. Om hij te feesten in het Limburgs land. Achmed en Marala. Nee, Achmed die Arabier die ging even om een streek. Ja la 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 la. In die eigen vijerland door drinken ze geen bier. De rum komt heen naar Limburg toe. Hij maakt het plezier. Ja Achmed, leve Achmed. Neem al die kamelen dan ook met. Die geest is de Sahara verloten. Om hij te feesten in het Limburgs land. Achmed, leve Achmed. Neem al die kamelen dan ook met. Die geest is de Sahara verloten. Om hij te feesten in het Limburgs land. Die geest is de Sahara verloten. Om hij te feesten in het Limburgs land. Nu we het toch over carnaval hebben, Marietje. Op Facebook scrollend op mijn iPad vond ik op de Facebookpagina Wat is los in Maastricht een filmpje over een priester in Itteren. In Nederland denk ik dat dat is, als mijn aardrijkskunde mij niet in de steek laat. Die het prinsessenpaar van CV de Vrijgeleers tijdens de carnavalsmis geen hostie wou geven, omdat het twee prinsessen zijn. En als het nu een man en een vrouw waren geweest, dan was er geen probleem geweest, volgens de priester. Maar twee vrouwen of twee mannen, dat mag niet. En dat kan niet, volgens de priester. De kleuren, rood, geel en groen, als carnavalkleuren, passen wel in het beeld. Maar de regenboogkleuren passen niet in het beeld. Of enfin,
Zwart, het hele filmpje is te vinden op de Facebookpagina Wat is Loos in Maastricht. Maar Marjetje? Ja, Willy? Weet je wat mijn mening hierover is? Nee, Willy. Jawel, Marjetje. Carnaval is altijd een feest geweest. Van iedereen. Voor iedereen. Waarbij, zeker en vast, woke geen plaats vindt. Waarbij iedereen zichzelf mag en moet zijn. Het maakt niet uit welk geslacht, nationaliteit, geaardheid, etc. etc. Hoe zotter, hoe beter. Dat is wat carnaval juist zo leuk maakt. Want de rest van het jaar is al serieus genoeg. Ja, dat is waar, Willy. Marjetje, Frans Teunis zingt over rood, geel en groen. Ja, dat is waar, Willy. Frans Teunis zingt over rood, geel en groen. De kleuren van carnaval. Zing je mee, Willy? Ja, Marjetje, ik zing mee. Rood, geel en groen is de kleur van wat te loven. Rood, geel en groen is de kleur van carnaval. Lol en plezier van de bergen tot de noven. Rood, geel en groen, die is er nog weer overal. Rood, geel en groen is de kleur van wat te loven. Rood, geel en groen is de kleur van carnaval. Rood, geel en groen is de kleur van carnaval. Maar Marjetje? Ja, Willy? En daarom doe ik even dat clownshoedje en deze clownstrik af. Want toepasselijk voor deze twee liedjes doe ik deze roze clownsoortjes op. Want Marjetje, over de regenboog bestaan er ook liedjes. Zing je mee met alle kleuren van de regenboog, Marjetje? Ja, Willy, ik zing mee. Van Afrika tot in Amerika, van op de Himalaya tot in de woestijn. Van Afrika tot in Amerika, ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn. Hand in hand, oog in oog, alle kleuren van de regenboog. Hand in hand, oog in oog, alle kleuren van de regenboog. 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 En Marjetje, zing je mee met Vlieg met me mee naar de regenboog? Ja, Willy. Ik zing mee. Soms zijn er momenten dat ik aan jou denk. Al komen die maar weet ik voor. Ja, ba da ba 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 ja ba da ba ba da ba ba da ba ba ja ba da ba ba ja ba da ba ba ja ba da ba ba. Mi amor, vlieg met me mee naar de regenboog. Ik denk alleen aan jou. Vlieg met me mee naar de regenboog. Nee, maar ik alleen van jou. Vlieg met me mee naar de regenboog. Want ik denk alleen aan jou. Vlieg met me mee naar de regenboog. Want ik alleen van jou. La 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 la. La 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 la.
genoeg gezongen over het regenboog nu, Marietje. Daarom wil ik nu mijn showhoed even terug op. Terug over de carnaval. Want vooral in Elst en zo wordt de draak gestoken met meerdere thema's. Dat hoort nu eenmaal bij carnaval. Want carnaval is een feest van samenhorigheid en zo, waarbij iedereen gelijk is en er geen onderscheid wordt gemaakt en zo. Dat is altijd zo geweest. Jezus in 2024 zou hebben gezegd dat dit stel tot hem mocht komen. Hij zou voor niemand onderscheid hebben gemaakt. Want voor Jezus is iedereen gelijk. Zo heb ik het altijd geleerd, Marietje. En zo hoort het ook te zijn, Marietje. Dit is mijn mening hierover, Marietje. Dat is waar, Willy. Maar Marietje... Ja, Willy? Ah, wel, Marietje. Matjoman begon als kind van 9 in 1996 of 1997 ongeveer bij CV De Pumpeleers Kannen en is nu 35 jaar. Al die jaren tot 2023 trok een prachtige stoet door Grote Spouwen in België. Georganiseerd door CV De Kaver, Grote Spouwen. Helaas is in 2024 gooide CV De Kaver de handdoek in de ring voor het organiseren van de stoet. Bedankt voor al die mooie jaren en al die mooie herinneringen en zo. Bedankt voor alles. Maar carnaval in Grote Spouwen is niet verloren. Want waar CV De Kaver de handdoek in de ring gooit, besloot CV Rout van Spaan als nieuwe vereniging die de kaver van Grote Spouwen en de geiten van Kleine Spouwen met elkaar wil verbinden door de organisatie van de stoet op zich te nemen. Proficiat daarvoor. Oh Willy, zo schoon! Dat is waar, Marietje. Maar Marietje. Ja Willy? Op carnaval maandag is ieder jaar opnieuw. Op carnaval zondag gaat er ieder jaar opnieuw een prachtige stoet door Kan. Door het dorpje uit Riemst dat Kan heet. Op carnaval zaterdag is het dan weer in Genk te doen voor carnaval. Op carnaval zondag is er ook een prachtige carnavalstoet in Tongeren en waarschijnlijk op verschillende plaatsen dat weekend. Maar dus op carnaval maandag is ieder jaar opnieuw een prachtige stoet in Vroenhoven in België die georganiseerd wordt door CW De Smokkelaire uit Vroenhoven. Maar die ook door Wolder gaat, dichtbij Maastricht in Nederland. En nog steeds scrollend op mijn iPad vond ik op de Facebookpagina van Harmonie Sint Petrus en Paulus, dat de Groene, Harmonie de Groene uit Wolder, een prachtig liedje hebben gemaakt, samen met Frans Teunis. En dat liedje heet De Groene zien weer door, wat uiteraard zijn inspiratiebron vond bij een bestaand liedje van Frans Teunis. Zing je mee, Marietje? Wacht, mijn tekst is even teruggesprongen. Dat kan ook gebeuren tijdens de show. Geen paniek. Maar dus, zing je mee, Marietje? Ja, Willy. Ik zing mee. De groene zien weer dan. La 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 la. La 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 la
La la la la la la. La 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 la. La 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 la. En het originele liedje van Frans Teunis gaat zo. Jongens, nee, lang dan geet de dag voorbij. En de tijd bleef stom. Als ik avondklokjes zong, kon ik een uurke stappen gong. Heb je gejengd de ganse dag? Ja, la 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 la. La 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 la. Even effen uit die sleur. Geen gezever, geen gezeur. 'S morgens terug is het weer weg. La 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 la. Jonne kleed naar huis. Ik voel me heel zoet toes. Hij is het al die draak. Hij wordt de kakker aan de gemaakt. Ga nog niet naar huis. Ik voel me heel zo toes. Hij had er altijd spaas. Hij wordt de kakker aan gemaakt. Hij had er altijd spaas. Hij wordt de kakker aan gemaakt. Hij is er altijd spaas. Hij wordt de kakker lang gemaakt. Marietje? Ja, Willy? Scrollend op mijn iPad vond ik een artikel over dat carnaval, dat de carnavalsraad van Ninove in België een nieuwe traditie van start wil laten gaan. Zij willen voortaan elk jaar een G-prins, dat wil zeggen een prins of prinses met beperking, verkiezen. En zo komt voor de eerste prins, Maarten, een droom uit. Leuk hè, Marietje? Ja, Willy. Heel leuk. Maar, Marietje? Ja, Willy. We zijn nu aan het einde van deel 1. Van deze show. Daarna kunnen de kijkers en luisteraars verder kijken naar deel 2 van deze show. Einde show. Peace out. Mic drop.